Minister Prelatie Oudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat de rattenplaag in Ikeri onder controle is en dat er geen sporen van gif zijn aangetroffen in de onlangs doodgevonden dieren. De bewindsman stond onze nieuwsdienst vandaag te woord voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Hij stelt dat wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit nog bezig zijn met het onderzoek. Sedert eerste kerstdag was ik in Ikeri. En vanaf toen hebben we geprobeerd een ieder die van enige betekenis zou kunnen zijn te mobiliseren, bij elkaar te brengen. En de Kiri zelf is een commissie, zoals u weet, beroemd reeds, onderdeel van DC. Waar de LVV zit, volksgezondheid, een paar andere instanties zitten erbij. Ik ben blij dat nu de universiteit met hun wetenschap ook erbij betrokken is geraakt, dat ze daar ook zijn. En er zijn een aantal zaken die simultaan lopen. Eén, dat wij de boeren voorzien van een rattengif, welke slechts de ratten kan doden en andere dieren niet, of dan moeten ze enorme hoeveelheden hebben ingenomen. We hebben wat monsters getrokken van water, van vissen en ook dieren die toen dood waren. En ik kan alvast een mededeling doen dat terwijl het onderzoek nog gaande is, dat er geen sporen van rattengif gevonden is. Seudin merkt op dat er geen gif dat recentelijk gedistribueerd is gevonden in de dode dieren en in het water. De verspreiding van de ratten wordt volgens de bewindsman minder. Hij stelt dat van alles en nog wat geprobeerd is om de plaag te minimaliseren. En met succes. Verder wordt er vanuit LVV bekeken hoe de boeren in het reisdistrict geassisteerd kunnen worden bij de bestrijding. Dus dat is wel iets om blij om te zijn, maar we zijn er nog niet. U weet, het is jaren, tientallen jaren, dat in Ikeri landbouwchemicaliën of chemicaliën worden gebruikt om een rijst te telen. En in de loop der tijden zijn er een aantal van die zeer giftige chemicaliën zijn dan eruit gehaald. Maar dat de wetenschap toeneemt en wij bewuster geraken van al die middelen die zijn. Aan de andere kant proberen wij ook op biologische manier ziekte en plagen te bestrijden. Maar we hebben wel na zoveel jaren toch wel wat residuen, ook al is het een lichtere mate, gevonden in die monsters die we hadden getrokken. Dat houdt in dat daarvoor een speciaal programma ontwikkeld moet worden. Om te kijken van hoe we die verder kunnen elimineren. Arsen is een van de stoffen die jarenlang is gebruikt in de landbouw. Volgens Sudin is het een bestanddeel van een van de pesticides die op de landbouwarealen werd gebruikt. Ondanks dit middel jaren niet meer wordt gebruikt, komt het nog voor in de bodem. Hij stelt dat er heel snel een manier ontworpen moet worden om met deze vraagstukken om te gaan.